Als je met beweging werkt, stuit je gewoon heel de tijd op dat probleem van wat betekent die beweging? Nu, dat hoeft niet per se iets te betekenen, maar op de een of andere manier in onze maatschappij is iedereen daar wel mee bezig. En ik weet dat mensen zo komen kijken en tijdens het kijken zich dat ook heel de tijd afvragen. Van waarom doet ze dat? Ze stellen mij achteraf die vragen. En ja, ik vind dat problematisch, anderzijds ook interessant. En ja, ik had zin om dat zo'n beetje als leidraad te nemen. Zo'n balans zoeken is natuurlijk iets dat, ja, dat gebeurt heel gevoelsmatig. Hè. Dus dat is een beetje mijn persoonlijke aanvoelen daarvan ook. Hè. Maar ik heb heel bewust ook de grenzen over de grenzen gegaan natuurlijk, hè, soms. Omdat, en ik heb ook heel bewust die tekst gebruikt, net omdat dat een effect is van tekst, dat je direct heel duidelijke betekenis krijgt. En dat vind ik daar ook net interessant aan. En wat gebeurt er als je tekst gebruikt en daarna doe je een beweging? Die wordt volledig gekleurd door die tekst die je ervoor gehoord hebt. En ik heb bij alle bewegingen dat ik doe zelf ook een gedachte of een gevoel of een beeld erbij. Maar ik hoop dat vooral suggestief blijft voor de kijkers.